Nu kun je kijken naar Queer as Folk, waarin Ben in elkaar zakt terwijl hij een lezing geeft op de universiteit. Hij wordt direct opgenomen en hoe dit afloopt, dat zie je nu. Heel veel plezier. Wat is uw eerste reactie? Een heel mooi moment voor mij. Ten eerste omdat we nu langdurig de steun van Defensie vast hebben gezet. En dat de komende jaren kunnen blijven doen. En ten tweede, ik ben Gelderlander, dus het is mooi om dit te kunnen blijven doen. Blijf mooi dicht bij huis. Hoe belangrijk is de Vierdaagse voor Defensie? Maar voor ons is het ontzettend belangrijk. Volgens mij hoorden Vierdaagse en Defensie ook van oudsher bij elkaar. We zijn hier op de Dalton School in Almere. Want Bodini heeft mij gebeld om haar te helpen bij haar profielkeuze. Ik zeg op naar binnen. Welkom bij Wijs op Tijd. Mede mogelijk gemaakt door Gelderland Valoriseert en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een hele goede middag en welkom bij deze speciale uitzending over innovatie en samenwerking in de regio Gelderland. En wil je wel eens weten of jouw partner altijd zichzelf is geweest? Meld je dan nu aan op beyou.nl en wie weet staan wij binnenkort bij jou voor de deur. Wat betekent het precies voor de gemeente Nijmegen? Het betekent in ieder geval dat ook de komende 5 jaar Defensie hier aanwezig is op Heumens Oord. Dat de militairen flink aanwezig zijn de Vierdaagse. En zeggen dan zelf, wat is een Vierdaagse zonder die militairen? Dat is eigenlijk kort en bondig wat het belangrijkste is wat we vandaag wederom hebben vastgelegd. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Wat doet het UWV nou precies? We helpen mensen die werkloos zijn en die langdurig ziek zijn aan een baan. En in de tussentijd dat ze geen baan kunnen vinden, bieden we ze ten eerste natuurlijk hulpmiddelen om dat wel te vinden. Wat voor hulpmiddelen zijn dat dan zoal? We hebben sollicitatietrainingen, we hebben op het internet een hele hoop tips, we hebben een competentieatlas waar je kunt kijken, goh, waar ben ik nou eigenlijk sterk in, welke beroepen zouden bij mij kunnen passen. Twee afgestudeerde mbo-studenten van de fashionopleiding van het Rijn-IJssel. Vergeet ook niet om op het tweede scherm mee te kijken naar onder andere foto's, extra informatie en natuurlijk Twitter. En zoals u van ons gewend bent, gaan we beginnen met het nieuws.